je bent ook in Vlissingen open? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nee, dat was eigenlijk ook niet het plan, maar het kwam op ons pad en toen dachten we, ja, het zou zonde zijn. En ben jij tevreden over de verhuizing? Zeker, ja. Heel leuk. En wat hoeveel mensen uit de oude inmiddels zijn er mee verhuisd en hoeveel niet? Ik zal het even niet te zeggen, maar bijna allemaal. Behalve volgens mij twee ondernemers echt van winkel. En horeca is er niet meer. En de ondernemers die boven zaten, die hebben ook niet meer. Precies, ja. Daar is hier natuurlijk geen boven. Nee, precies. Nog vertellen, je bent dus Loki open gegaan. Want, ja, en in Vlissingen ook, Loki. Ja. Dus, ja, goed, daar kom jij natuurlijk niet, maar daar zijn we nu ook open. Ja, het was gewoon tot op het moment dat we open gingen vanavond, was het spannend, omdat het wel ging lukken. Ja. En ja, weet je, dan gaan we gewoon niet met onze grote wapen vooral roepen. Nee, dan blijven we even gemakkie. Bescheiden. Zijn er nog veel dingen die je moet doen dan? We hebben nog geen verwarming, dus... Bijvoorbeeld? Ja, nu is het, vooral in de kapsalon hebben ze daar wel last van, maar goed, die staat in de lekker feunen, gewoon altijd feunen. Heel dag feunen, dat scheelt. Echt, dus ik vroeg net al aan je collega, niet iedereen is meegegaan, maar in grote lijnen is het inmiddels gewoon nog hetzelfde, toch? De koffiebar is gestopt, hè? Ja. Dus we gaan wel een hele lekkere koffiemachine van een volautomaat neerzetten voor vaste klanten. We hebben toch gewoon dat idee dat we altijd op de koffie willen geven. Ja. Maar echt een horeca, dat doen we gewoon niet meer. Nee. Dat is te veel te doen. Maar we gaan de winkel wel uitbreiden, ook in andere plekken. Ja, want je hebt toch wel wat gewijs op de plannen gehad zo in de afgelopen tijd. Maar, dat is bij mij nooit bij te houden. Leuk, nu zit je in de Segeerstraat hier en het gaat gewoon... Zijn er nog dingen die mensen moeten weten? Andere openingstijden of iets dergelijks? Ja, we zijn de maandag nog even gesloten. En ik ben er straks wat minder. Maar, ik durf dat nooit meer te vragen aan dames. Dat maar, doet niet zo heel lang meer. Maar goed, dit loopt allemaal door. Die komen op voor vrouwenrechten in... in landen waar vrouwen nog steeds niet heel belangrijk zijn. En is dat ook bij deze tietentassen, zoals ik ze maar even noemen? Ja, het merk heet Tits, maar dat staat voor This is the Shit. En dat zijn dus die vrouwen, die hebben dat gemaakt. En dat ze zien er wel... Ze zien er pittig uit, pittige tantes. Ja. Maar is dat een Amerikaans merk? Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Volgens mij niet, hoor. Nou, Free the nipple staat er ook. Free the nipple. Ja, nou ja, ik ben niet per se tegen of zo. Nee, hè? Nee. Nou goed, dan weten we dat ook weer. Maar dan sta jij er ook als buurvrouw, kom je even koekeloeren. Maar, ik kom even koekeloeren. Sinds de opening met jou gaat het ook goed, hè? Hier, sowieso, het ging goed, maar je merkt het verschil met... Ja, goed, op de Veersweg zeggen natuurlijk niks. En nu zien we alles erbij komen. Dus volle peut energie in de Segeerstraat. Leuk, leuk, leuk. Echt een nieuwe boost volgens mij. Ja, heel goed. Ja, de spaar doet het ook goed. Dus, Ja, heerlijk. Ja, leuk dames, hou vol. Zet hem op. Hey.